Bon. Details. Details wil ik horen, Noël. Alles is een kwestie van details. Het vertrekpunt is een verhoorkamer waarin dan Noël Catrice zich bevindt en ex-commissaris Blauten. En het is op verzoek van Noël dat hij zijn verhaal gaat doen aan Blauten. Ik noem het een kasteel, maar eigenlijk is het een groot gebouw. Het heeft kerkramen, maar er zit geen glas in. Er liggen hopen zand en grinter, cementtegels met bloemen op. Ik blijf hem graag zien op een of andere manier, ook al heeft hem verschrikkelijke dingen gedaan. Een soort klein vogeltje in een wereld vol met gieren, die zich staande houdt en tot een duur door zijn aandoening ook in zijn hoofd verkeerde keuzes begint te maken. Hoe kwam er dan nu bij? Hoe komt het erop? Ik had toch geen kwaad? Wie weet wat je bij die mannen allemaal zou vinden? Inspecteur Blauten krijgt alsmaar meer en meer argumenten die het voor hem bijna onmogelijk maken om onverzachtende omstandigheden te vinden, te pleiten. Twee mensen in een ruimte en een gesprek en al een ballast of alle techniciteit of alles is allemaal weg. En ik denk of ik hoop dat het de kracht is van heel de vertelling.